Vandaag zijn we te gast bij Jonix, raadslid in Gelpenwetten. Jo, raadslid, dat is bijna zo'n, wie zal ik het zeggen, zo'n bijna ganse levensbeschrijving van dik, zolang je steeds volgens mij al raadslid bent. Ja, van 1990, met een tussenpauze, wie de herindeling komt, had ik een tussenpauze gehad voor, ja, kring anderhalf jaar ben ik toen niet erbij geweest. Vanaf 1990 zijn we eigenlijk volledig. Ja, dat is toch bijna 30 jaar dan? Ja. Die 100 jaar tellen we even niet mee, ja. Want toen ben je ook actief geweest. Ja. Want politiek is niet alleen maar als je in de raad zit, nee. Of? Nee. Wie ben je daar aan begonnen? Wie ben je op dat idee gekomen? Ja, het is, laten we eerlijk zien, ongeacht wat voor partij dat ze is, moet ze weten, jullie wat een grote achterban hebben. Die proberen ze te strekken. En aangezien ik me toen ook al van de dorpspolitiek, wie dat vroeger was, interesseerde, trof ik er Piet Fransen. En daar vroeg ik of ik geen interesse over op de lease. Ik denk, op de lease. Wie is wat voor gedachten had ze toen daarbij? Of wat voor verwachtingen? Nou, ik had geen grote verwachtingen. Ik hou zoiets van, de houdt ze nog. Zoetste in ja, wat ze nu was, zeg maar, achterban. En ik hou ze geet van, och, je kent ze misschien links en rechts, geet helpen. Mensen, alles in de lease, alles duur die is. En, maar ja, doe in dit tijd, in 86, ben ik de eerste maal op de lease komen. En daar hou ik eigenlijk weinig dragen doen, ook weinig tijd gehad. Ja. En toen kom ik inderdaad iets, een paar stemmetjes, het wordt dan niet veel te kort voor de rood te komen. Maar ja, eigen schuld, dikke bult, hè. Ja, dus, ja, en dat is het moeilijk om zijn schatten, of? Ja, nee, ja, ik hou zoiets van, ik hou me toch ook niet echt even diep van, doe mensen per se naar de gemeente worden. Wie geeft zoiets, ja, ja. En toen had ik dus wel deelgenomen aan de commissies. Ik had dus ook de raadsvergaderingen goed volgen. En ja, 1990, door het, omdat we met voorkeurstemmen doen, wordt dat af en toe willen lui op de lease komen, maar die zaten of bovenaan. En of ze die lui nu vertelt, dat maakt niks uit of ze 15e of 3e steeds, wat ze de meeste stemmen had, kunnen ze naar rood. Nee, dan hebben we toch af en toe tot diep in de nacht moeten vergaderen. En dan zat ik alweer tegen dat Piet, maakt niks uit. Schuldig met deur, zit hem op mijn plaats, wat eigenlijk mijn plaats is, vergunt er wel voor. En dat is me dus ook maar vrij aardig gelukt. Maar ik adviseer dus nu, wie ik in de gemeenteraad kom, de jongste besluit maken over 1000 of 2000 gulden. Ja. En nu ben je over enkele miljoenen aan kallen. Tuurlijk, dat is een ganz ander kapitaal hoe ze nu met werkt als gemeenteraad. Ja, en de vader staat, dat doet alles voor naar de gemeente. En Behalve het geld, ja. En ik adviseer toch kringen mensen op dit moment dat ze zegt van oké, ik ga interesse, ik wil nog vergoeden, ik wil gemeenteraadslid worden, ik wil het betekenen voor de lui. Dan adviseer ik toch, ongeacht wat voor een partij, volgens 4 jaar gaan ze in die commissie zitten. Gaan ze roodvergadering volgen, want het is vroeger over de stoeptegels. Ja. De belt is open, zou zeggen dat we er buiten dienst zoeken, die zes schroefdegels zingen en die worden in die werken gemaakt, maar dat is niet meer. Nee. Dat besteedt dus niet meer. Nee. Dus, het zijn nu ganz andere dingen eigenlijk. Ganz andere dingen, ja. Plus de samenwerking met andere gemeenten, dat is alleen maar alleen 50 gebeuren praks. Ja. Als je het over een toeristische visie enzovoort hebt, dan heb je direct met ganz Zuid-Limburg te pakken. Ja. Wie kent ze zich toch in verdiepen dan, dat ze bij wie ze spreken, dus zit met die van Volkszamen, zeg maar, ASMR-grote? Het is, op zich is dat wel goed. Maar hadden ze de andere belangen toch in Volks? Nou ja, du musst, zoals ze zo schön zeggen, du musst water met de wien kennen doen. Het is namelijk zo. Maar op een gegeven moment smaakt de wien niet meer, joh. Nee, maar oké, daarom heb ik het sterkere wien. Het moest zo pakken, mensen gulpen weten, had zijn eigen ideeën. Dat had IJsselmargraten ook en Vols ook. Nou, dan moest je gewoon tot een compromis komen, wat het beste aansluit. En toen kan je wel even zeggen, nee, dat wil ik niet. Nee, hoef ik niet. Nou, dan moest je ook geen samenwerking zoeken. Nee, ik verzin ook een samenwerking, zoek voor het zoeken met het middengebied. Ja.
He, dus dat komt dan... Maar dan wordt het ontzettend klein. Ja, dat wordt dan over. Dat als het dingen. Ja. En dat is eigenlijk het politieke gebeuren. Ja. En ik ben, ja, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk ook in de politiek. Ik sta tussen de lucht. Ik sta dus niet boven de lucht. Mm-hmm. Wanneer ik eigenlijk kan helpen, gooi ik ervoor. En ik zal ook nooit zeggen, ik regel dich dat. Nee. Gewoon waanvuldig. Ja, ja. En dat is tweeërlei. Want dan moest ik dan ook helemaal in dingen verdiepen natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Iedereen zei het natuurlijk vertellen in zijn eigen belang. Ja. Of ja. Dat nu een stoep tegelijkheid of weet nee, ik wat. Hè? Maar, goed. Kijk, en, het zijn dingen die vallen positief uit. Het zijn ook dingen die vallen negatief uit. Mm-hmm. En dat is, vind ik dat af en toe jammer, dat de lui dat besluit dan niet kunnen weerleggen en zeggen van, dan zeggen ze ja, nee, dat moet doen, maar geen. Ja, mensen ja. Willen niet altijd negatief bekeken als ze ja. Niet goed genoeg voor de lui is. Ja. Hè, terwijl dat ze de uiterste beste is. Ja. Maar dan kan je niet zo met de hand breken. Nee. Hè? Nee. Kan ze wel een stuk buigen, maar niet nee. Breken. Nee, ik ben ingegaan, ik stond, zeg ik nog, ik stond tussen de luis en ik goed ook vergekregen. We hebben ingebeld, toen kon je niet zeggen van, zo de geel of blauw gestemd, maar nu zo, du bist door de gemeenschap gekozen worden. En dan moest je ook zorg te dragen voor de gemeenschap, dat het de luis goed geeft, of dat ze geld voor de luis kan betekenen. Ja, ja. Dat is ook wat ik geef. Je hebt ook, in die binnen 30 jaar, dat ze in de raad zit, toch verschillende burgemeesters ook metgemaakt, hè? Dat zit er wel. Ja. Ja, behalve die, zeg maar, van de andere omliggende gemeentes, maar die van de gemeente Gulpen, van Gulpen-Wetten. Poeh, dat zit er toch wel, Jan. Poeh, hoe zullen we dat wel zien? Ik denk dat voor... Gossom, nummer 1 even. Dat denk ik ook juist goed. We hoesten nog wel, dat is toen een simpelveld gegaan. Ja, dat maak ik me even metgemaakt. Ja. Dat komt goed wie ik eigenlijk kom, dus dat moet ik niet meetellen. Als er een Mullende staat, dus toen hij even gezien had, als een persoon, als er nog Vossen, de Josson, de Gerards. Zweeds is tussen daar nog even. Zweeds, de Gerards, de Neus van Valkenburg, dat is toen hij de waarnemend burgemeester. Ja, ja. Als er Ubax is waarnemend burgemeester geweest. Toen moest er langzaam naar Bas van de Teller komen. Als er wat van mij meer tussen. Ja, je stond op Bas van de Teller. Gerard zou voor gehad, joh. Ja. Michel is nog enkele geweest, ik weet het niet. Ja, en dan hebben we voor nu Nicole Haanmakers. Ja. Een vrouw. Ja. Met alle respect en alle over die andere burgemeesters enzovoort. Is dit nu anders? Ten opzichte van die heren wat voorheen allemaal geweest zijn. Laat ik het zo even vragen. Nou, ik vind, en daar vind ik wel dat alle burgemeesters zich wel van hen kennen, distancieren, laat ik dat zo zeggen dan. Ja. Of ze hebben bijvoorbeeld CDA-burgemeesters gehad, of andere burgemeesters gehad. Maar dat merken ze niet dan. Nee. Dat werkt niet, dat merk dat, ja. En dat vind ik mag zo eigenlijk nee, niet. Nee, dat mag zo eigenlijk niet. Kijk, nee. Als burgemeester moet ik gekke politieke partij moet even goed zien. Of het nu groen, geel of blauw is, maakt niet zo uit. Nee. Een gekke politieke partij moet dit ding is. En dat vind ik dus dat Nicole zich daar heel goed van. Ja. Ja, er zijn nog nooit ergens over die anderen ook geen klachten geweest. Dat er zo ergens iets was. Maar ik kan het me voorstellen. Als hij een raadsvergadering leidt, dat dat toch anders is als een vrouw die vergadering leidt of als een man die vergadering leidt? Nou, nee, toch niet. Nee? Is er geen verschil? Nee, ja. Betekent dat een pluim voor de huidige burgemeester? Nou, je moet ze allemaal een pluim geven. Ja, ja. Dan moet ze allemaal een pluim geven. Ja, ja. Nee, ik vind gewoon zo, de moest objectief zijn. Het is ook... Ik wil ook geen burgemeester tekort doen en overgaan gaat. Maar ik zeg toch, doe benaders een vrouwelijke burgemeester, benaders ze anders. Kijk eens wie de Teller Joost om kon ik een keer gaan zeggen, dan kon ik het goed meten. Dan was van de Teller ook. Dan Gerard zo, daarom dat kan niet. Maar een vrouwelijke, die benaders ze dus toch wel wat anders. Tuurlijk, die dingen. Zeker. Kijk, die andere burgemeesters vloog zijn kamer op met die vrijwoord. En dan zat ze gewoon, en jong wezen, maar nu zegt ze, Nicole, mocht je even spreken. Oké, verschil. Dat is een verschil, jongens. Ja, ja.
Ja. Ja. Nee, oké. Okay, de best nu, ja, ik zal in de leeftijd niet nemen, maar hoe lang wil je nog doorgaan? Dat is een goed. Dat is goed. Even los van verkiezingen, nee, stemmen en nummer op wil, allemaal. Ik wil dus eigenlijk voor mezelf, ja, omdat ik eigenlijk een bezige bij ben, ik kan niet snel zitten. Okay. Dus ik moet onder de lui, tussen de lui zien. Is het niet in de commissies het rustiger, dat ze ja, sterke druk wil doen? Dat ze zei van nou, ik bouw het op die manier af? Of, Nee, ik wil dus eigenlijk, wil ik dus nu wel met de lease op, ja. De verkiezingen zijn. Ja. En dan had ik dus wel gezegd, wend het me zo leuk. Ja. Dus, dat ziet dus nergens, maar wend het me zo leuk voor in de auto komen. Zolang ik gezond ben en me voel, ik me nu voel, dan wil ik die 4 jaar afmaken. Ja. Dan wil ik wel nog eventueel op de lease, maar neem me als herkiesbaar. Ja, ja. Je hebt wel voor de lease te helpen. Ik wil wel nog in commissies. Ja. Ik wil ook de jongeren die wat dan erbij zullen komen, die wil ik maar ook helpen. Maar dat is toch die 30 jaar een stuk kennis vergaard, hè? Want ja. Dat ze weet wie haast hebt, ja. Laat ik het zo even zeggen. Ja. Want ja, het politieke spel is niet immer gemakkelijk, kan ik me voorstellen. Nee. Dus, en dan moest het toch ergens de soms in de werk, ja, de gulden middenwerk zoeken. Ja. Kun je dat dan een andere overbrengen? Ja. Als ze tegen een kunt zeggen, nou ja, stel ik voor dat ene die wordt opvolgd. He, ze zei, ik wil alleen maar slijs duwen en plaatsstemmen naar voren, en een jongere, ja. Wat dan ook. Zou ze hem kunnen dat wegwijzen? Ja, ik vind, du moest, en dat kennen trouwens niet, du moest eigenlijk, politiek en privaat moesten van die kunnen scheiden. Mm-hmm. Kijk, wanneer ze in de raad zit, mag ik voor ons gerust gas geven in die vergadering. Ja. Maar ik vind, ja, dat kan nu niet met de corona, maar ik vind, wanneer ze daar opsteekt en geeft uit en wil ze een glas bier drinken, dan moet ze zich samen als een buffet kunnen stellen en dat glas bier drinken. En even koetjes en kalfjes kan. Yes. En niet van dat we zich bij bekijken en wanneer ze hem tegenkomt, dat we zich nog maar meer bekijken. Zo zit ik dus, zeg dus niet. Prima, zo ken ik dich ook, joh. Ja. Ik wens je weer nog heel veel succes in de raad. Dankjewel. En dat ze groot is voor gans Gulpenwetten.